Ik ben door Cosmopolis gevraagd voor, kan je een inleiding geven over Chinese televisie? Dus ik denk van, nou, televisie voor Chinezen. Ik dacht, Chinese schotel met het eten. Dat past goed bij Chinese televisie overigens. Dat Sandra zei net van, ja, weet zeker dat er heel veel mensen zijn die met tijdens eten en televisie kijken. En dat klopt. Ik denk in ieder geval die 1,3 miljard in China. maar kijken Chinezen dan? 四川汶川地震发生后，胡锦涛总书记立即做出重要指示，要求灾区市民安全。温家宝从武汉山区指导救灾工作。目前国家地震局已经启动应急预案，地震造成的人员。对，那个，四川的阿德，应该四川，它的克拉克7.8度，差不多，是这个item。 Het bijzondere hiervan is dat het niet alleen een talkshow is zoals je die in Nederland ook ziet, maar het is een beetje emotie-tv, om het zo maar zeggen. Degene die het presenteert, een hele bekende presentator, die huilt ook gewoon op televisie en die laat echt ook zijn emotie zien. Het is een soort, misschien wel lijkt een beetje op een Oprah Winfrey. Ik vind het een fantastisch initiatief, ja, om meer kennis te maken met Chinese cultuur, hoe de televisie gepresenteerd wordt, wat voor soort programma's. En eigenlijk kun je wel zeggen dat het gelijk is aan wat wij hier gewend zijn, hè? Alleen is het natuurlijk in het Chinees. Je krijgt meer verbroedering. Ja, en dat is ook heel belangrijk. Je praat nu met iedereen. Ik zag ook andere mensen uit Mexico bijvoorbeeld. Ja? Ik ben zelf half Chinees. Ja. Mijn moeder was een Chinese. En zo moet het ook zijn. En we willen toch allemaal eenheid. Het heeft dus korter dan 1 seconde geduurd, hè? En dan is het. Ik doe het maar even bij Kala.